ik ben wethouder van verkeer en ik vind wat hij doet echt fantastisch. Want zij gaan hier vanaf nu tot en met volgend jaar maart aan de slag met deze hele grote apparaten. En er zitten heel veel kinderen in de buurt. Dus fantastisch dat jullie dit organiseren. Ik heb nog één dingetje, wat ik echt nog even met jullie wil zeggen. Kinderen, jullie zijn gewend als er iets van gevaar is, dat je dan heel hard gaat gillen. Maar met deze apparaten helpt dat. Helpt dat. Want als de chauffeur erin zit en de motor is aan, dan, dus je moet echt kijken, zie je de chauffeur, dan kan je zwaaien en dan ziet hij jou. En anders, dus je moet gillen helpt niet, maar wel erin. Zien jullie mij? Ja! Ik hoor jullie niet. Ja! Ja, ik zie jullie ook. En ik wil alsjeblieft, als je met die apparaten bent, zorg dat, dat je de chauffeur ziet. Want als je chauffeur jou kan zien, dan ziet hij, kan hij opletten. Wees alsjeblieft kei voorzichtig als ze aan de slag zijn. En zie als ze lampen draaien, dan weet je ook dat je al extra op moet letten. Maar zoek altijd even oogcontact met Marjolein. Dat is ook fijn. Goed dat jullie dat doen. Dit is de eerste keer in Stiekenberg dat ik dit meemaak. Daar ben ik kei trots op. Ik hoop dat jullie dan ook een band in zetten. Ik wens jullie de komende maanden heel veel succes. En wees zuinig op dit spul. Oké. Okay.